De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom de hele bevolking van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk sloot zich hierbij aan. Vervolgens beval de koning dat de hoge priester Chilkia met zijn plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moesten halen, die voor Baal, Ashera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Bethel afvoeren. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. En stuurde de priesters weg die offers ontstaken voor Baal en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen. Hij liet de Asherah-paal uit de tempel van de Heer verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand en de resten werden verpulverd en over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid. Hij liet de vertrekken afbreken waar mannen tempelprostitutie bedreven en waar vrouwen kleren weefden voor Asherah. Alle priesters uit de steden van Juda lieten naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot Beersheba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij de ingang van de poort van stadscommandant Jozua, haalde hij neer. De priesters van de offerplaatsen mochten het altaar van de Heer in Jeruzalem niet betreden. Wel mochten ze samen met een ambtsgenoot van het ongedezende brood eten. Verder liet Jozia de offerplaats Tovet in het Hinnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer voor Moloch kon verbranden. Hij liet de paarden weghalen die de koningen van Juda ter ere van de zon hadden opgesteld, vanaf de ingang van het tempelterrein tot aan het vertrek van de eunuch Netan-Melech, en de zonnewagens liet hij verbranden. Hij liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak van het bovenvertrek van Agas hadden geplaatst, en ook de altaren die Manasse op de beide voorhoven van de tempel had laten maken. Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de Kidron storten. De offerplaatsen buiten de stad ten zuiden van de berg van het Verderf, die koning Salomo van Israël had laten oprichten voor Astarte, de gruwelijke godin van de Sidoniërs, Chemos, de gruwelijke god van Moab en Milcom, de weerzinwekkende god van Ammon, werden door de koning ontwijd. Hij sloeg de gewijde stenen aan stukken, hakte de Asherah-palen om en liet de gaten opvullen met beenderen van mensen. Ook het altaar en de offerhoogte in Bethel brak hij af. Die offerplaats was aangelegd door Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Jozia stak de offerplaats in brand, verpulverde de resten en liet de Asherah-paal in vlammen opgaan. Zijn oog viel op de begraafplaats daar op de heuvel en hij gaf bevel de beenderen uit de graven te halen. Die verbrandde hij op het altaar, dat hij op die manier ontwijdde. Zo ging de profetie van de Heer in vervulling, die was uitgesproken door de godsman die dit alles had voorzegd. Jozia vroeg, wat is dat daar voor een steen? Dat is het graf van de godsman uit Juda, antwoordden de mensen die daar woonden. Alles wat u met het altaar van Bethel hebt gedaan, is door hem voorzegd. Daarop zei Jozia, laat hem met rust. Zijn gebeente mag door niemand worden aangeraakt. Dus lieten ze zijn gebeente ongemoeid, evenals het gebeente van een profeet uit Samaria. Jozia liet ook de heiligdommen afbreken die de koningen van Israël op de offerhoogte in Samaria hadden gebouwd om de Heer te tergen. Hij deed daarmee hetzelfde als hij in Bethel had gedaan. Op de altaren in Samaria bracht hij de priesters van de offerplaatsen ten offer en hij verbrandde er mensenbeenderen. Terug in Jeruzalem beval de koning het volk, vier Pesach ter ere van de Heer uw God, zoals het hier in het boek van het verbond beschreven staat. Sinds de tijd dat de rechters Israël bestuurden, was Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd.
ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda. Pas in het 18e regeringsjaar van koning Josia werd in Jeruzalem weer op de juiste wijze Pesach gevierd, ter ere van de Heer. Ook zuiverde Josia het land van geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom, van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voorkwamen. Zo kwam hij na wat beschreven stond in het wetboek dat de priester Chilkia in de tempel van de Heer had gevonden. Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft. Toch liet de Heer zijn toorn tegen Juda, waarin hij was ontbrand, doordat Manasse hem tot het uiterste had getergd, niet varen. Hij zei: zoals ik Israël verstoten heb, zo zal ik ook Juda verstoten. En Jeruzalem, de stad die ik had uitverkozen, zal ik verwerpen, evenals de tempel waarvan ik heb gezegd dat daar mijn naam zou wonen. Verdere bijzonderheden over Josia zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Tijdens de regering van Josia trok farao Necho van Egypte naar de Eufraat op om zich bij de koning van Assur te voegen. Koning Josia ging de farao tegemoet, maar werd bij het eerste treffen in Megiddo door hem gedood. Zijn dienaren brachten zijn lichaam op een wagen van Megiddo naar Jeruzalem, waar zijn begroeven in zijn eigen graf. Josia's zoon Joachas werd door het volk tot opvolger van zijn vader uitgeroepen en tot koning gezalfd.